Goedemorgen. De satellietfoto boven Nederland laat veel bewolking zien. In het zuiden misschien nog een opklaring en ten noorden van Nederland liggen ook weer opklaringen. De wolken trekken langzaam van noord naar zuid. In de ochtend als gezegd in het zuiden misschien nog een klein beetje zon. Dan wolken, lokaal een spatje regen of motregen. Vanmiddag begint het in het noorden langzaam maar zeker wat op te klaren en vooral later in de middag kan de zon nog even schijnen. Het wordt maximaal 8 graden bij een matige noordelijke wind. In de avond winnen de opklaringen terrein en dan gaat de temperatuur alweer flink omlaag. In het noordoosten komen we alweer dicht bij het vriespunt. Morgen hebben we dan een dag met weer volop zonneschijn. Misschien in de ochtend nog wat bewolking, maar dat verdwijnt allemaal. Temperaturen halen een graad of 6, maar de matige noordoostenwind laat het kouder aanvoelen. En de dagen die volgen zien er eigenlijk prima uit. Maandag en dinsdag is er volop zonneschijn met 6 of 7 graden in de middag. Maar woensdag keert de tij, want dan komt er meer bewolking. Neemt de neerslagkans toe, maar loopt het kwik wel wat verder op. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.